around and be with the guys. Man cave, my man cave. Whoa. Waarom hangen hier geen posters eigenlijk met blote wijven? Bij ons op de vaart, jongen, hing het vol met blote wijven. Je kan er wel eentje ophangen, je mancave. Nou, als je het niet leuk vindt hier. Wat dan? Ik neem volgende keer een paar posters mee met lekkere wijven. Oh, dat hoeft echt niet. Zo, ik heb thuis genoeg. Dat geloof ik graag. Zij? Hm? En niet van die artistieke, die pin-up-achtige, echt van die goede. Weet je niet? Jongen, dat je zo echt zo helemaal naar binnen kijkt, zo in die voering. Vagina. Nogmaals, doe geen moeite. Ik begrijp best dat je een poster wil met van een vrouw. Iedereen neemt wat mee. Pipo, die heeft vandaag toch ook aardappelpuree meegenomen? Hummus heet dat. Hummus, dat is kikkererwten, aubergine, olijfolie. Ik heb deze ook zelf gemaakt. Eet vooral lekker zelf op. Ik neem morgen een paar poses met geile wijven mee. Jong, ik heb er eentje. Dan gaat ze echt helemaal, de hele hand tot hier gewoon verdwijnen. Hey, Marcel! Jullie raden nooit wat ik zojuist heb gedaan. Oh. Nee. Fietsen? Zo. Is dat een broer van jou, Mitch? Huh? Nee, niks. Oh, dat is toch lekker, jongens, hè? Wielrennen. Ja. Ben je dan? Zekers. Waar hadden jullie het over? Oh, niets bijzonders. Nee, dat er hier geen posters hingen. Ja. Ja, dat is wel jammer. Ah, jongens, ik heb dit broekje net gekocht, maar het jeukt echt als een jekkel, man. Het is een heel gek stofje, die naden hier. Het ziet er gewoon groot uit, hoor. Sorry? Ik bedoel, goed. Het ziet er goed uit. Ik bedoel, normaal. Het ziet er gewoon uit als een heel normaal broekje. Ja, dat is een normaal broekje. Gewoon een strak broekje, toch? Ja, maar het jeukt dus heel erg. Het is een hele rare stof. Voelen. Hoe is het? Ja. Dat is toch een heel raar stofje? Ja. Was slecht weer voorspeld, maar het is best mooi buiten. Maar dat is ook Nederland, hè? Ja, als er slecht weer wordt voorspeld, dan schijnt de zon. En als de zon schijnt, dan regent het. Mitch. Ja, stop maar met voelen. Hey, mag ik heel even die joggingbroek aan? Want dit moet uit, ik word gek. Ja, dat is goed. Ja, dat weer, jongen. Niet te vertrouwen gewoon, jongen. Hè? Dan zeggen ze dat het heter wordt. Dan denk ik, heter? Wanneer dan? Dat hele broeikaseffect. Ja. Dat is ook één grote linkse medialeugen. Ontken jij nou het broeikaseffect? Ik ontken helemaal niks. Oh nee, gelukkig, want er is natuurlijk wel wat aan de hand. Hè? Zo. Zo. Ik heb nog nooit mijn ballen geschoren. Nee? Nee. Moest je doen. Dat is heel bevrijdend. Oké, ik begrijp wat je bedoelt, Erwin. Eén postertje kan wel, hoor. Ja.